Nou, welkom allemaal. Fijn dat jullie zich allemaal hebben aangemeld voor het webinar van Stepping Stone Junior. Nou, de interesse is groot, dus dat is fijn. Welkom allemaal. Ik ben Marlies Freulich, ik ben methodespecialist en samen met mijn collega Lisanne Lunning geef ik vandaag de presentatie van Stepping Stone Junior. En nou, in de 20 minuutjes gaan wij alles vertellen over de methode en daarna is er nog een tijd voor een vragenronde. Maar mochten jullie vragen hebben, stel ze ook gerust in de chat. Dus het doorproberen wat vragen te beantwoorden, maar na de tijd is er sowieso nog tijd om alle vragen te beantwoorden. Verder nog even goed om te noemen, de presentatie die gaan we opnemen, dus die wordt nu opgenomen. Dus voor iedereen die het straks nog even terug wil kijken, dat kan, of door wil sturen naar collega's, dan kan dat ook altijd. Dat is het. Lisanne, mag ik jou het... Moeten we daar nog bij noemen dat als je dus, ik weet eigenlijk niet precies hoe het werkt, maar als je niet in beeld wil, dat je je camera uitzet, want volgens mij word je anders opgenomen. Ja, in principe zien en horen wij jullie niet. En als jullie de vragen stellen via de chat, dan zien jullie ook niet. Volgens mij is het wel mogelijk inderdaad om live de vraag te stellen. Dus dan kun je ervoor kiezen om de camera eventjes aan te zetten. Dan zien we jou. En anders, als je niet meer anoniem blijft en niet in beeld wil, dan hou je de camera lekker aan. Yes. Nou, dan neem ik het over vanaf hier. We gaan een aantal dingen bij langs vanmiddag. We gaan kijken naar de visie en didactiek van de methode, de opbouw van de methode, een klein stukje materialen en wat is het traject daarna eventueel. Nou, ik zal starten met de visie en de didactiek. Je ziet nu een aantal krantenberichten en koppen van websites in de media. Het Engels, het leeft. Het leeft in het basisonderwijs. En steeds meer basisscholen willen meer aandacht besteden aan Engels. De een wil beginnen in groep 7. De ander wil beginnen vanaf groep 1. Nou, jullie zullen ook allemaal verschillende wensen hebben. Nou, daar zullen we ook allemaal aandacht aan besteden vanmiddag. Want met Stepping Stone Junior is eigenlijk alles mogelijk. Oh, eventjes. Stepping Stone Junior. Nou, misschien komt de naam je wel al wat bekend voor. Omdat je misschien op het voortgezet onderwijs les hebt gehad met Stepping Stones. Ikzelf bijvoorbeeld wel. Het is de meest gebruikte methode in het voortgezet onderwijs. En bestaat al meer dan 25 jaar. En met die kennis hebben wij gedacht van daar moeten we iets mee. We willen een herziening maken. We willen een nieuwe methode Engels maken. En dan kan je met een samenwerking kan je je sterker maken. Dus wij zijn om tafel gegaan met de uitgever van Stepping Stones en ook met auteurs. En die auteurs hebben bijvoorbeeld ook meegeschreven met de junior variant. Nou, en je ziet hier dat ook bij getal en ruimte hebben we dezelfde slag gemaakt. Ook daar hebben we een VO-methode die veel gebruikt wordt op de middelbare school. En daar ook weer de kennis gebruikt om haakjes te maken. Kijk, het basisonderwijs is anders dan het VO. Maar de sterke dingen kun je wel gebruiken. Daarnaast hebben we ook in wetenschappelijk onderzoek gekeken van wat is nou effectief leren? En wat is effectief leren voor een vreemde taal? Nou, hier op het scherm zie je enkele termen die aan de basis hebben gelegen van Stepping Stones Junior. Ik was ook gemute volgens mij. Sorry. je hebt de activerende werkvormen die een grote rol spelen in deze methode. Nou, en ik noemde net al bijvoorbeeld de doorlopende leerlijnen die heel belangrijk is. Zowel van groep 1 tot en met 8 en ook vanaf groep 8 naar het voortgezet onderwijs. Nou, dit zijn misschien ook wel termen die jullie bekend voorkomen of die jullie ook heel belangrijk vinden. Welke modellen hebben we dan gebruikt voor Stepping Stone Junior? Je ziet hier de schijf van 5 van het vreemde talenonderwijs. De didactiek in Stepping Stones die is gebaseerd op een communicatieve benadering. Dus de leerlingen krijgen gevarieerde werkvormen waarbij ze leren communiceren. En bij het aanbieden van die activiteiten gebruiken we deze schijf van 5 en ook het vierfasenmodel die je daarnaast
Even terug. Die je daarnaast ziet. En die schijven 5, nou daar zie je een aantal dingen. Je ziet aan de linkerkant de blootstelling aan input in de doeltaal. Je ziet het verwerken op de inhoud. En dat betekent, wat betekent nou die taal die er aangeboden wordt? Het verwerken op de vorm. Hoe is die taal vormgegeven? En hierbij komt de grammatica expliciet terug in de stones. Die zul je later ook zien. En productie van de output. Dus de leerlingen oefenen op verschillende manieren met het toepassen van de taal. En ook het strategisch handelen. Dus we bieden strategieën aan die helpen om een taal te leren. Nou, en daarnaast zie je het vierfase model. Die bestaat uit de introductiefase, de inputfase, de oefenfase en de transferfase. De introductie, en deze vier fases zie je heel duidelijk terug in het lesmodel en in hoe de les in elkaar zit. En die start ook met een introductiefase. Daarin wordt het thema voorbereid voor de te leren taal die de leerlingen in dat thema gaan leren. De inputfase, daar gaat het om het leren verstaan en het begrijpen van de nieuwe taal. Dus hier wordt nieuwe lesstof aangeboden. Daarna kom je in de oefenfase. Daar gaan in gesloten opdrachten de kinderen de taal leren. Dus je biedt daar oefeningen aan, zowel mondelijk, maar ook schriftelijk. En dat gaat dan van receptief naar productief. En daarna komt de transferfase. En daarin gaat het om het toepassen van de nieuwe taal met alle kennis die je daarvoor hebt opgedaan. Nou, wat zijn dan de drie punten waar Stepping Stones op is gestoeld? Het gaat om eenvoudig en stapsgewijze Engels geven. Communicatie staat centraal. En met voorsprong naar de brugklas. Eigenlijk drie punten die ik net ook allemaal al kort heb aangestipt. Nou, wat betekent dat dan, eenvoudig en stapsgewijs Engels geven? De thema's die hebben de lessen hebben een heldere structuur, een duidelijke lesopbouw. We hebben veel verschillende soorten werkvormen, maar die staan heel gestructureerd in de handleiding beschreven en volgen dezelfde stappen elk thema weer. Doeltaal is voertaal, dus een belangrijke. De lessen worden gegeven in het Engels en de leerlingen worden in een rijke taalomgeving ondergedompeld in het Engels. Dit blijkt ook uit onderzoek dat dit de beste manier is voor een kind om een vreemde taal te leren. En nou ja, dan kan je denken van ja, is mijn Engels dan goed genoeg om een les helemaal in het Engels te geven? Nou, daar bieden we onder andere in de handleiding heel veel handvatten voor. We hebben een Nederlandstalige handleiding met instructies in het Engels. En het gaat ook, doe veel dingen voor, gebruik korte zinnen, want ook de kinderen moeten het Engels leren natuurlijk. Dus je kan niet zoveel taal gebruiken als je misschien gewend bent om in je andere lessen te doen. Daarnaast hebben we in de Digibord software veel input van native speakers. Nou, die vind je in filmpjes, in audiofragmenten, liedjes, in chants. Dus daar bieden we ook input vanuit natives om daar de leerlingen mee onder te dompelen. Zoals ik al zei, de communicatie staat centraal. Elke les begint met een pakkend filmpje. Daar heb ik straks, als we daar tijd voor hebben, nog een voorbeeld van. We hebben veel activerende en coöperatieve werkvormen. Dus de leerlingen gaan ook met elkaar aan de slag om samen Engels te spreken en op die manier de taal te leren. En we volgen hierbij de natuurlijke taalontwikkeling van de leerlingen. Bij de activerende en coöperatieve werkvormen kan je denken aan dingen als TPR, de Total Physical Response. En dat is een vorm van bewegend leren, waarbij, hij komt straks ook nog op een sheet terug, waarbij je door bijvoorbeeld clap your hands en dan gaan alle kinderen gaan klappen. Nou, want dat soort oefeningen en die staan allemaal in de handleiding. Met voorsprong naar de brugklas. Nou, ik noemde hem al even, de doorlopende leerlijn naar het VO.
We hebben elementen gepakt uit de VO-methode waarop we aansluiten. We gebruiken vergelijkbare thema's bijvoorbeeld. De stones die komen al terug. Het is echt Engels in herkenbare situaties. En het zorgt er ook voor dat kinderen zelf vertrouwen krijgen in het spreken van Engels. En dat is een groot voordeel als ze naar de middelbare school gaan. Dat ze al het zelfvertrouwen hebben. En hoe jonger je eigenlijk begint met het leren van een vreemde taal, hoe minder schaamte je nog hebt om zoiets te leren. En hoe ouder je wordt, hoe moeilijker dat wordt. En ze hebben een voorsprong als ze dat zelfvertrouwen al hebben opgedaan op de basisschool. Dan gaan we nu verder met de opbouw van de methode en daar zal Melies jullie meer over vertellen. Ja, ja en voor degene die wat later binnenkwamen, er is dus een chat, dus stel gerust al je vragen daar. Ik zie nog geen vragen binnenkomen, maar als jullie vragen hebben, dan proberen we tussendoor dat te beantwoorden of straks na de tijd, dus weet dat in ieder geval. Ja, de opbouw van de methode. Ja, we hebben gekozen voor leerjaren in steps. Hier zie je het plaatje. Drie verschillende steps. En ja, je hebt dus een keuze om te starten in groep 1, groep 5 of groep 7. Ja, de methode biedt daar hele duidelijke handvaten voor. Zou je willen starten bijvoorbeeld in groep 6, dat kan ook. Maar dan is het even aan te raden om met je methodespecialist om tafel te gaan. Om dan even te puzzelen van, hey, wat past het beste bij jullie school? Hoe pak je dat aan? Ja, mocht je willen starten in groep 1, dan begin je in groep 1 met step 1a. En step 1a, die herhaal je weer in groep 2. Dus twee keer doe je daar dezelfde step. Nou, hetzelfde geldt voor groep 3 en 4. Daar doe je step 1b. Dus 3 en 4 doe je beide keren step 1b. Nou, vervolgens ga je door naar groep 5. En daar heb je dus step 2, 2a en b. Groep 7, 8, dan doe je step 3 en 3a. Ja, dan mag de volgende sheet wel alsjeblieft. Je hebt ook dus de mogelijkheid om te starten in groep 5. Wanneer je start in groep 5, dan heb je natuurlijk wel een kleine achterstand ten opzichte van de kinderen die al groep 1 tot en met 4 zijn gestart. En om dat te overbruggen hebben wij een overbruggingsprogramma gemaakt. Dat noemen wij Bridging the Gap. En het Bridging the Gap, dat doe je aan het begin van elk thema in groep 5. Hoe dat precies uitziet, zal ik straks nog even meer over vertellen. En vervolgens ga je dan door naar step 2a en step 2b voor in groep 6. En vervolgens groep 3, step 3a en 3b in groep 7 en 8. Nou, en het is dus ook mogelijk om in groep 7 te starten. Dat gaat eigenlijk hetzelfde als wanneer je start in groep 5. Dus heb je weer het Bridging the Gap programma, gevolgd door de standaardlessen vanuit step 2a en step 2b. Ja, wat verder nog wel even goed is om te noemen, is dat wanneer je start in groep 7, dan heb je een lager uitstroomniveau natuurlijk wanneer je start in groep 1. Bij groep 1 heb je een uitstroomniveau van A2. Wanneer je start in groep 5 heb je een uitstroomniveau van A1. En bij groep 7 dan is het onderweg naar, naar A1. En verder is het ook goed om te weten dat het heel goed mogelijk is om te werken met combinatiegroepen. Ja, misschien wil je nog even een sheet terug. Ja. Want bijvoorbeeld wanneer je groep 5 en 6 samen hebt, dan kun je deze heel mooi combineren. Want step 2a en step 2 is qua niveau hetzelfde. Dus daar zit geen onderscheid in. Er zit alleen onderscheid in de thema's en de lessen die worden aangeboden. Maar je kunt dus heel goed ervoor kiezen om bijvoorbeeld 2a voor zowel 5 als 6 aan te bieden en het jaar erop andersom te doen. Nou, hoe ziet dan de opbouw van een leerjaar eruit? Je hebt elk leerjaar 6 teams. Dat kun je zien als blokken. Elk team bestaat uit 5 verschillende lessen. Dus in totaal heb je 30 lessen per jaar. In groep 1 tot en met 4 zijn de lessen klassikaal. En daarbij heb je een les van 30 minuten. En in groep 5 tot 8 is de combinatie van klassikaal en de leeswerkboeken. En daar duurt een les 60 minuten. Nou, ik zei net al de Bridging the Gap. De Bridging the Gap geef je aan het begin van elk thema. Dus niet aan elk blok, maar bij elk thema. Dus 6 keer in het jaar. En dat duurt 30 minuten. Dus dat doe je voorafgaand eraan. Nou, daarnaast is het ook mogelijk om je les wat in te korten door de kleurlessen over te slaan. Ik straks even wat meer uitleg over wat dat precies is. Of je kunt juist de les verder uitbreiden op het moment dat je VVTO-certificaat wil halen. Nou, ook daar zal ik dan wat meer over vertellen. Nou, hoe je dit precies doet, dat is ook allemaal terug te lezen in de handleiding.
Nou, de opbouw van een thema, van een team. Les 1, 2 en 3 zijn basislessen waarin je echt gaat werken aan de ontwikkeling van nieuwe woorden en nieuwe zinnen. En les 4 is dan een transferles waarin je deze nieuwe woorden en zinnen dan toe gaat passen in de les. Dus op meer een open vorm. Nou, les 5, ik noemde het net al, een CLIL-les. CLIL staat voor Content Language Integrated Learning. Wat eigenlijk betekent dat je Engels toepast binnen een ander vakgebied. Dus dat je een ander vak in het Engels gaat geven. Bijvoorbeeld natuurkunde of chem. Nou, en dit kun je uitbreiden met nog extra opdrachten. Ik zal nog even iemand toevoegen. Kun je uitbreiden zodat je het VVTL-keurmerk kunt halen. Waarmee je meer tijd aan het Engelse kunt besteden. Nou, de differentiatie binnen de lessen. Bij groep 1 tot en met 4 werken de verschillende taalniveaus in één basisroute. We maken onderscheid uit vier verschillende taalroutes. Vier verschillende taalniveaus. Taalzwak, gemiddeld, taalsterk en plusleerlingen. In groep 1 tot en met 4 zijn de eerste drie dus samen in de klassikale les. En plusleerlingen, daar is nog wel een aparte opdracht voor eventueel. Die dan kunnen werken zelfstandig aan een eigen opdracht. In groep 5 tot en met 8 werk je ook met een leerwerkboek en daardoor is het ook mogelijk om meer onderscheid te maken uit de verschillende niveaus. Taalzwakke leerlingen die hebben de mogelijkheid om te krijgen van extra instructie. In de handleiding staat precies ook aangegeven welke opdrachten moeilijker zijn en waarbij een docent dan ondersteuning kan geven aan deze leerlingen. Nou, een gemiddelde leerling werkt aan de basisroute en eventueel aan niveauopdrachten. Dan sterke leerlingen aan het basisroute met een niveauopdracht. En de niveauopdracht is ook aangegeven met een driehoekje. En voor de plusleerling zijn nog zelfstandige opdrachten. En wat wel goed is om te noemen is dat deze plusleerling, die wordt ook echt wel gezien als een leerling die echt al goed Engels spreekt. Dus iemand die bijvoorbeeld tweetalig is opgevoed of internationale achtergrond heeft. Dus die echt al veel met Engels kan en die extra uitdaging daarin nodig heeft. Nou, voorbeelden van deze opdrachten zijn dan bijvoorbeeld het maken van een familieboomstam. Of een toeristische folder. En die komen weer overeen met de thema's die uit de basisroute ook worden gegeven. Yes. Nou, dan zijn we nu... wat voor materialen zijn er dan? Gaan we even kijken ook naar hoe ziet de opbouw van zo'n... les dan, hoe ziet het er dan van binnen uit? Nou, hier zie je in het korte de materialen die er zijn. Ik zag net ook in de chat... Een vraag over de flashcards en de woordenlijst. Dus die vraag neem ik ook gelijk even hierbij mee. Voor step 2 en 3 is er een werkboek, een tekstwerkboek. En step 1 heeft dat niet. Er is een picture dictionary. Er is een handleiding voor alle steps. En we hebben ook digitaal materiaal. Alles is ook... is ook digitaal te verkrijgen en ook de verwerking van het werkboek kan digitaal. Dus je kunt er ook voor kiezen geen werkboeken aan te schaffen, maar digitaal te verwerken. Wat betreft de flashcards, die zijn voor step 1 zijn die te verkrijgen. Dus die zijn te bestellen en dan kun je ze fysiek gebruiken, omdat het voor die doelgroep ook echt fijn is om die kaarten, nou die zijn op A4 grootte, om die te gebruiken. En voor step 2 en 3 zijn ze digitaal beschikbaar. Dus daar kan je ze op het digibord laten zien en ook met audio en kun je ze afspelen. Maar daar kun je ze niet fysiek verkrijgen. En de woordenlijsten, die hebben we niet. Maar we hebben wel Picture Dictionary met alle afbeeldingen met de woorden erbij. Dus die zitten daar wel in. Nou, dit is hoe een tekstwerkboek er van binnen uitziet. Ik ga er redelijk snel doorheen. Dus nou ja, mocht je er meer van willen zien, je kunt altijd een zichtzending. Misschien heb je die al in huis. Maar omwille van de tijd ga ik er niet al te diep op in. Maar je ziet hier de leerdoelen die bij elke les aan het begin staan. En ook de stoon waar de grammatica in wordt aangegeven, zie je hier ook staan, rechtsbovenin. Nou, dit is een voorbeeld van een digibordscherm. Je kunt daar dus de spread vanuit het boek laten zien, maar ook alle opdrachten apart. De didactiek van het digitale materiaal. Wij kiezen ervoor om dat hetzelfde te houden als het foliomateriaal in deze.
En leuk om hierbij te vermelden is dat we, dat we hard aan het werk zijn aan een nieuw platform. En dat uiterlijk in 2022 Junior Cloud in de lucht komt. En nou ja, hou onze kanalen daarvoor in de gaten. Want het is nu te kort tijd om daar heel veel over te vertellen. Maar daar zijn de mogelijkheden nog groter. We hebben ook oefensoftware, aparte oefensoftware waar de leerling de geleerde stof kan oefenen. Dus je ziet hier het woordje dat wordt voorgelezen en de leerling moet aangeven welk plaatje bij het woordje hoort. Dit is voor woordenschat. Hier zie je een voorbeeld van een intro video. Elke les begint met een introductievideo met leerlingen of met kinderen van de doelgroep leeftijd, dus met kinderen van hun eigen leeftijd en die native speaker zijn en die maken allemaal leuke dingen mee. Ik zit een beetje op de tijd te letten als we ook nog wat vragen straks willen beantwoorden. Ik ga toch een klein stukje laten zien, want het is toch ook wel heel leuk om het te laten zien. En als je een zichtzending hebt, heb je ook een proeflicentie en daar kun je alle filmpjes bekijken. I'm Georgina. I have a dog. His name is Jack. He likes to run. And this is my friend Lydia. Hi. Nou, heel kort even een fragmentje. Dit soort filmpjes staan bij elke hoofdstuk begint daarmee. Nou, in de handleiding, je ziet een stukje uit de handleiding hoe je dat dan introduceert. Rechts daaronder zie je ook nog de flashcards voor een stukje TPR, waarbij je kan zeggen run en dan moeten alle kinderen gaan rennen. Of hop en dan moeten ze gaan hoppen als een konijntje. Nou, allemaal van dat soort oefeningetjes kun je in de handleiding meer overlezen en staat er ook precies bij wat je kan zeggen en wat je moet doen. Dit is een voorbeeld van een chant. We hebben verschillende songs en chants in elk thema. En hierbij de chant is een soort rap en dan op het ritme van de Engelse taal ga je dat dan oefenen. En dan zie je ook de streepjes eronder staan en daar moet dan de nadruk op leggen. Hartstikke leuk om met de leerlingen te doen. Daar horen we veel positieve verhalen over. Nou, hier TPR, wat ik al een aantal keer noemde. Nou ja, dit komt eigenlijk neer op simpele opdrachtjes. En waar leerlingen dan met een handeling moeten reageren op dat wat u als leerkracht zegt. Uit onderzoek blijkt dat als je de handeling of een beweging koppelt aan het te leren taal, dat de leerlingen dan heel goed en snel de taal kunnen leren. Hier staat nog een klein voorbeeldje van materiaal bij step 1, dus bij de groep 1 tot en met 4. Zij hebben dus geen werkboek en alle activiteiten staan in de handleiding en je hebt het materiaal in de Digibord software die je kan laten zien in de klas en de flashcards die je fysiek kan aanschaffen. En we werken bij de onderbouw werken we ook heel veel met activerende en enthousiasmerende werkvormen, zodat die leerlingen er gewoon heel enthousiast en open in gaan. Ja, en dan hebben we nog een kleurles. Ik heb het net ook al een aantal keren genoemd. Content and Language Integrated Learning. De vijfde les. Een optionele les, dus eventueel kun je er ook voor kiezen om deze les niet te doen. Het zijn wel hele leuke lessen met hele leuke opdrachten, waarin kinderen op een ander thema aan de slag gaan met Engelse taal. Dus bijvoorbeeld, hier zie je bijvoorbeeld van math of van art. Dus daarmee gaan ze hun Engels toepassen in een ander vakgebied. De eerdere lessen die ze hebben gehad en de woorden en zinnen die ze erin hebben geleerd, die komen erin terug, maar ook echt specifieke vakinhoudelijke woorden en zinnen leren ze daar weer bij. Dat zijn ook hele leuke opdrachten, dus ze werken echt naar een eindproduct toe. Dus bijvoorbeeld geven een presentatie of een brief of een poster. Dus het zijn wel hele leuke, niet verplicht, maar wel hele leuke lessen om te doen. En Stepping Stones is VVTO proof. Dus voor scholen die juist nog meer willen halen uit de methode, dan kan dat ook.
Er zijn extra opdrachten aan het einde van elke les, waarmee je dus de les ook uit kunt breiden van in stap 1 van 60 naar 60 minuten toe. En in stap 2 en 3 kun je de lessen verlengen naar 100 minuten per week. Dus op die manier kun je voldoen aan het keurmerk. En kun je op je eigen manier ook inlichting geven aan hoe je dit zou willen toevoegen. Nou, wat maakt ons uniek? Het is natuurlijk allemaal al verteld, maar nog even alles puntgewijs op een rijtje. Stepping Stones is een hele eenvoudige en stapgewijze manier van Engels geven. Dus heel duidelijk staat opgeschreven hoe je bepaalde dingen op gaat pakken, welke dingen aan bod komen. De steps staan duidelijk opgeschreven in de handboek. Dus op die manier, op een hele laagdrempelige manier, leren kinderen Engels geven. Communicatie is centraal. Ook dat is natuurlijk al genoemd. Voertaal is doeltaal, of doeltaal is voertaal. Dus niet alleen de kinderen spreken heel veel Engels, maar ook docenten die spreken zoveel mogelijk Engels. En ook voor de docenten die het juist misschien een beetje spannend of moeilijk vinden, worden zij ook helemaal begeleid in de handleiding. Dus daar staat ook precies omschreven hoe je dat allemaal kunt doen. Doordat iedereen met zelfvertrouwen dat ook kan gaan doen. Nou, en met de voorsprong naar het brugklas heeft het ook heel veel te maken met die doorstromende leerlijn. Dus een stukje herkenbaarheid, de kinderen gezien. Een stukje zelfstandigheid en zelfzekerheid in ze voelen om daar ook veel Engels te kunnen gaan spreken. Nou, startondersteuning, hoe gaat dat? Op het moment dat je graag meer wil weten over deze methode, dan kun je de methodebrochure lezen. Daar staat alles wat we hebben hier verteld ook in. En kun je dat nog even rustig nalezen. Je kan ook een zichtzending aanvragen, mocht je dat dan niet hebben gedaan. Daar zit de methodebrochure trouwens ook in. Wil je na aanleiding van deze webinar graag nog eventjes gezamenlijk zitten met een methodespecialist, met mij of een van mijn collega's, dan kun je daarvoor een afspraak maken en dan gaan we gezamenlijk door de methode en kijken hoe dat bij jullie school specifiek past. Vervolgens is het ook leuk en interessant om proeflessen te draaien en kun je krijgen wat inzicht in, past het echt bij ons en kun je dat werkelijk gaan invoeren en geef wij de training en begeleiding in. Lisanne, wil jij het eventjes overnemen? Nog even stop te laten. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met de onderstaande mailadres. Dan kunnen we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Er is altijd gesprek op maat. Want we zijn er heel snel doorheen gevlogen, omdat de tijd ook beperkt is. Dus ik kan me voorstellen dat je hebt straks nog ruimte om vragen te stellen. Dus dat kan nog. En ik kan me dan ook voorstellen dat je denkt, nou, die steps, dat ging wel heel snel. Hoe zit dat? Hoe zit het nou met die activerende werkvormen? We kunnen daarbij het gesprek aangaan en kijken wat er bij jullie school past. Wat we ook zeiden, we hebben die instapmomenten in groep 1, 5 en 7. Maar eigenlijk is het mogelijk om in elke groep in te stappen. Maar dan gaan we gewoon gezamenlijk kijken van, wat is al gegeven aan Engels op school? En welke step past dan het beste om mee te beginnen? Dat is een advies op maat is er dan nodig. Dan kunnen we verder naar de vragen, denk ik. Ik zie ook nog wat oppoppen. Ja, ik zie nog een vraag binnenkomen. Implementeren voor de... verschillende vragen tegelijk. Mailen we de vragen? Ja, deze mailen we. De presentatie mailen we. Dus die kun je inderdaad delen met de collega's. Wat ons advies is voor de implementatie van de methode. Nou, ik adviseer dan contact op te nemen met een van onze methodespecialisten, als je daar al dan niet contact al mee hebt. En dan kunnen wij kijken waar we bij kunnen helpen bij de implementatie. Dat zal dan een specifieke vraag zijn. Die zijn dan een specifieke school. En dan gaan we gewoon kijken van wat is handig in jullie geval. Dus dan zou je gewoon contact met ons op kunnen nemen. Daaronder zie ik nog de vraag, het advies bij een combi 4-5. Kan ik niet zo snel nu even een gerichte oplossing die ik nu zo hier kan neerleggen. Maar dan zal ik ook adviseren van neem contact met ons op. En dan gaan we kijken wat we daarvoor kunnen
kunnen bedenken, zeg maar. Dan kunnen we eventueel, nou, we hebben ook auteurs die verbonden zijn aan de, en experts die verbonden zijn aan de methode. Nou, die hebben daar misschien ook wel ideeën over, maar daar kunnen we je zeker bij helpen. Ik zie de vraag. Veel expertleerlingen, is de methode ook uitdagend genoeg voor hen? Ik denk het zeker. Ik moet zeggen dat ik niet, ik heb daar niet, dat zou ik na moeten vragen, of ervaring hebben met dit soort scholen. Maar we hebben een pluslijn. Dus daar, en die is wel echt gericht op de leerling die al, nou ja, die al meer Engels kan, die een andere achtergrond heeft, bijvoorbeeld een tweetalige opvoeding of een meer internationale opvoeding. Dus dat zou zeker een optie zijn om daarmee aan de slag te gaan. Marlies, heb jij daar nog aanvullingen op? Ja, nou, die pluslijn is echt wel heel erg uitdagend. Dus dat is echt heel geschikt voor kinderen die al heel veel Engels kunnen. Sorry, jongens, ik ben een beetje verkouden. Ja, want de pluslijn is ook niet bedoeld voor... daarvoor hebben we binnen de methode genoeg differentiatiemogelijkheden. Maar die pluslijn is echt voor de betere leerlingen. Omdat we ook weten dat er best wel een groot verschil zit in het niveau van leerlingen. In hoeverre ze al wat Engels kunnen. Dus daar is dat ook echt voor bedoeld. Ervaring met SBO-scholen? Ja, dat hebben we wel. Maar dat zal ik even na moeten vragen bij mijn collega's. En of we misschien een school hebben waar jullie waar we specifiek... Of weet jij dat zo, Marlies, uit je hoofd? Oh, je staat nog op mute. Sorry, ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar we kunnen daar zeker referenties voor opvragen. Dus... Ja, als je me een mailtje stuurt of even, kun ik even je naam noteren, dan komen we daar eventjes op terug. Ja, we hebben deze vragen straks ook nog terug. Dus als we, nou ja, dan we kunnen daar weer later op reageren. Ja, dank je, Koen. Zijn er ook online oefeningen voor kleuters? Ja en nee. Dat is niet... we maken veel gebruik van oefeningen met flashcards. Dat zijn de kaarten met de afbeeldingen. Die hebben we fysiek, maar die kan je ook voor step 1, dus ook voor de kleuters, kan je die op het digibord tonen. Waarbij je ook de audio kan afspelen. En ook de filmpjes zijn natuurlijk via digibord software. De oefeningen zelf zijn, een groot deel van de oefeningen staat in de handleidingen, zijn echt... zijn werkvormen met elkaar, dus die zijn niet online. Ik zit nog vandaag binnenkomen van Ellen. Ja, we hadden het er ook al over gemaild, dus bedankt voor de reminder. Hij stond nog op het lijstje. Is oefensoftware adaptief? Mijn klas, dat is op dit moment oefensoftware op dit moment niet. Maar we werken aan een nieuw online programma, Junior Cloud, die langzaam uitgefaseerd wordt vrijgegeven, waarin Stepping Stone Junior ook een onderdeel wordt. En die wordt wel adaptief. Dus daarover volgende meer informatie. En het is in die zin wel een klein beetje adaptief. We hebben moet ik het goed zeggen, per thema 3 spellen eigenlijk openstaan. En ze beginnen met spel 1. En naarmate ze goed scoren, gaan ze wel verder naar 2 en 3. Dus dat gaat niet standaard. Dus het bouwt zich ook wel op in moeilijkheidsgraad. Dus we moeten dus wel eerst de eerste oefeningen door, om door te kunnen naar het volgende. Nou, volgens mij zijn wij vragen door. Ik weet niet of iemand nog vragen, of er wat binnenkomt. Het blijft toch ook een beetje gek om op deze manier te presenteren, zodat we niet met elkaar praten. Dus het... Nee, we zien en horen jullie niet. Maar als er... komen er wat beelden. Toch nog wat lachende gezichten. Ja, hallo. Nou, als er nog wel vragen zijn... mail wel natuurlijk altijd. Misschien kun je de eentjes niet naar voren nog eventjes doen. Lisanne, dan zie je nog even het e-mailadres. Oh ja, dat is een goeie. Dan daar kun je altijd naartoe mailen. Ook voor het aanvragen van een zichtzending of een aanvullende presentatie bij jullie op school, dan wel offline of online. Deze. Ja. Dus inderdaad, bij vragen
mailen, bellen, op de website kijken. En we hebben ook op de website een aantal whitepapers staan met meer achtergrondinformatie over, nou ook vooral over de didactiek, dus bijvoorbeeld over die doeltaal als voertaal of over vroeg beginnen met Engels onderwijs. Toetsing bij Engels hebben we ook een whitepaper over geschreven, dus daar kan je ook nog extra achtergrondinformatie vinden. Dus als er geen vragen meer zijn, dan gaan we afsluiten, denk ik. Oh, ik zie nog wat. Dank jullie wel, zien we nog. Ja. Nou, graag gedaan allemaal. Ja, leuk dat jullie er waren. En bedankt voor jullie voor het luisteren. En misschien tot ziens. Nou, tot ziens allemaal. Doeg.